Ook zo'n leuke activiteit, hè? Smurfensnot maken, toch meisjes? Ja. Want smurfensnot maken, dat deden ze natuurlijk al in de jaren 80 en 90, hè? Meester, heb jij ook gedaan, hè? Smurfensnot maken. Ja, dus je zou ze meester van de Vermaasdijk school, hè? Die kan ik dan toevallig. Dus, maar kijk, wat heb je nodig voor smurfensnot? Een zakje. Oh, dat is wel een heleboel. Kun je mij even helpen? Want ik kan niet twee dingen tegelijk. Dat lukt niet. Heb jij al smurfensnot? Heb jij al smurfensnot? Heb jij ook al smurfensnot? Oh, dat is wel een hele grote zak, hè? Vind je niet een klein zak? Heb je... Zo, hier is die zak. Of heb je zelf je eigen smurfensnot? En nu, mensen, nu hebben we een soort snot. Zie je dat? En dit noemen ze dus smurfensnot. Alhoewel, ik vind het meer snort. Snot van een hulk. Een beetje groene appelsnot. Maar dit is voedsel. Voedsel. Nou, dit is even onze smurfensnot video. Hè? Van Mette en mij. Hier ook nog weer smurfensnot. Heb je niet zelf genoeg snot? Paars en een beetje blauw. En deze meisjes zijn ook smurfensnot aan het maken. En jij hebt ook smurf... Oh, die van jou die voelt veel beter dan die van mij. Die van mij die voelt maar een beetje zo van, nou ja, er niet overal goed in zijn. Het is lekker smurfsnot maken, dat komt toch neer, hè? Lekker smurfsnot maken. Tot de volgende video.